Kinderen die heel stil zijn, die moet je controleren. Heb je ook een vlag op je wang? Zo, hé, wat vlieg je soms door een dag? Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Normaal gesproken begint de vlog op de zaterdag. Maar nu, dankzij Daan, even op de vrijdag. Want Daan, wat heb je gedaan? Kleertje op de wang en op de been. Mooi! Dat is voor Koningsdag. Maar eigenlijk zijn het rood-wit-blauwe streepjes, dus het is niet helemaal goed gegaan. Nee. Nee. Laat ik nu een eetdate hebben. En deze meneer moet het oplossen. Daan. Ga maar even terug naar de badkamer. En hij heeft de hele tijd bij mij gezeten op de slaapkamer. En hij was heel stil. En kinderen die heel stil zijn, die moet je controleren. Dom. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En wij hebben vlaggen op onze wangen. Heb je ook een vlag op je wang? Laat eens zien. Wat voor kleuren? Rood en wit en blauw. Ja, goed zo. Wij gaan even naar het centrum, want dan gaan ze de vlag hijsen. En dan gaan we het Wilhelmus zien, het volkslied. Ja! Ja! Goedemorgen op deze mooie maandagochtend. We hebben een fantastische Koningsdag gehad. Echt heerlijk genoten. Daan voor het eerst op de kermis in botsauto's. Nou, jongen heeft toch nooit zoveel plezier op zijn toet gehad. Dus dat was echt fantastisch. Ik zit gezellig met ze op de fiets. Want we gaan naar school. Althans, de jongens gaan naar school. En daarna mag ik werken. En ik sta op maandag vanaf nu niet meer alleen maar achter mijn computertje. Ik sta ook aan de stoel voor een deel. Dus zo kan ik net iets meer klanten bedienen. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Off we go! Lekker bezig! Ik ben een hele tent aan het verbouwen. Ga ik je zo laten zien. Ik moet nu snel even Tim voeden. En dan even nog iets lunchachtigs halen. En dan gaan we weer verder. Maar ik krijg altijd zo'n lekkere energie van even weer een frisse winter door. Ik ben dan weer onderweg naar huis. Ik moet zo lachen, want Daan die loopt voor me, maar dat is zo schattig. Ik zal het je zo laten zien. En ik ben ook helemaal vergeten om te laten zien, ik viel bijna net om, hoe die salon is geworden. Maar dat doe ik denk ik even woensdag, want dan ben ik er weer. Moet je dit nou zien? Met die grote tas om. Heerlijk kind. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Het is mijn dag met kindjes. En het is meivakantie. Daar hebben wij nog niets mee van doen. Want ik zoek ook van alles tussendoor. Want je weet, ik doe het 100 dingen tegelijk. Wij hebben nog geen meivakantie, want onze kinderen gaan nog niet naar school. Maar mijn nichtjes wel. Mama. Ja. Wil je die ook mee? Ja. En past die ook? Nee. Dan moet je die misschien eventjes thuis laten voor deze keer. Nee, dat duw ik vouwen. Wil je die vasthouden? Oké, nou, we gaan het nog even over hebben zo. Ja, dat die wil ik om en dicht. Oké. Nou, pak je jas maar vast. Nee, ik heb zo lekker warm. Ja, maar we gaan naar buiten. Of wil je bodywarmer aan? Nee, ik heb zo lekker warm. Oké, dan doe je geen jas aan, maar dan moet je wel even één kiezen voor als je het koud krijgt. Ja. Oké. Nou, onderhandelingstechnieken jongens. Er zijn al de nodige tranen gevloeid vanochtend. Want Daan had zijn broer zeer gedaan. En toen werd ik boos op Daan. En, nou ja, niet één keer, maar dat twee of drie keer. Dus niet zo leuk. Maar goed, dat hebben we opgelost allemaal. Maar, wat ik vertelde. Wij gaan naar
Het is mijn vakantie. Mijn kinderen die gaan nog niet naar school, dus die hebben geen mijn vakantie per se. Maar mijn nichtjes wel. En dan was het idee van mijn moeder superleuk om met z'n allen naar Nienoord te gaan. Dat is een grote speeltuin eigenlijk hier in de buurt. Dus wij worden zo opgehaald en dan gaan we met de hele bubs met kinderen en kinderwagens en mijn nichtje. Mijn nichtjes. Mijn schoonzusje en mijn moeder. We gaan lekker naar Nienoord lekker spelen. En wat ik had bedacht, ik heb namelijk een hele mooie camera. Die gebruik ik veel te weinig. Ik dacht, als ik die nou eens eventjes lekker ga gebruiken vandaag. Je kinderen zijn toch de hort op. Maar nu moet ik die camera nog even vinden. Dus ik ga nog even gauw aan de zoek. En dan gaan we die kant op. Goedemorgen. Het is vandaag, wow, heel veel licht, woensdag, dus ik mag aan de snoer. De kindjes die zitten al in de bakfiets, dus we kunnen die kant op. Goedemorgen. Lekker. Gisteren was echt fantastisch in Nienoord. Daarna was ik wel een beetje soort van gesloopt, dus heb ik 's middags even lekker een filmpje gekeken op de bank terwijl de kindjes sliepen. Nu gaan we even mega hard knallen, want er moet van alles gebeuren. Ik heb het gevoel dat ik ook een beetje achterloop, dus ik ga straks even goed een to-do-listje maken. Maar eerst een paar lieve klanten behandelen. Zo, hey, wat vlieg je soms door een dag? Het is 2:20. Ik heb niet eens zo heel veel klanten gehad, 4 stuks, maar echt superleuk. Heel veel leuke gesprekken ook gehad, met name omdat ik die klanten best wel goed kende. Dus dit is echt zo'n heerlijk dagje. Zo'n dagje die voorbij vliegt en waar je plezier hebt. Het enige is, ik moet nog hartstikke veel dingen achter mijn bureautje doen. Dus ik ga snel even iets van lunch halen. En dan, een beetje te laat. En dan moet ik hier nog een paar klusjes afwikkelen. En dan gauw kruip ik achter mijn laptop. En dan hebben we best wel een productieve dag gehad, geloof ik. Oké, alles loopt weer eens even anders dan dat ik bedacht had van tevoren. Waardoor ik nu nog op de zaak ben en het is al bijna 5:00. Dus wat ik nu ga doen is een kraan vervangen. Want die lekt al een hele poos. En daar kwam ik steeds niet naartoe. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. Nou jongens, hij doet het. En dat zonder te lekken. Dus ik ben blij. Ik was helemaal iets vergeten. Namelijk dat ik vanavond uit eten ga met vriendinnen. Dus ik kreeg net een appje. Hoe laat zullen we afspreken om heen te fietsen? Toen dacht ik, oh fuck, ik heb het restaurant nog helemaal niet besproken. Dus dat heb ik net snel gedaan. Dat betekent ook dat Danny even zelf moet koken voor de kinderen. Dat is op zich niet erg. Maar ik had iets bedacht wat hij niet zo super lekker vindt. En dan dus zeker niet gaat maken. Dus ik zal zo even met hem overleggen wat hij wil eten. Dan ga ik het hier afronden, want er moet nog een nieuwsbrief uit en dan pas mag ik echt uit eten. Goedemorgen, goedemorgen en welkom bij deze mooie donderdag. Ik moet me haasten, want ik heb zo mijn eerste klant. Omdat het vakantie is, is mijn lieve collega vrij, dus mag ik weer aan de stand. Jongens, wat een dag. Soms lopen dingen fijn, soms lopen dingen iets minder fijn. Ik had wel een hele fijne werkdag, alleen... er is iets minder leuks voorgevallen. Daar ga ik verder niet op in, maar dat kan zo'n ontzettende energieslurper zijn. Ik zou eigenlijk nog eventjes naar de IKEA wat spulletjes halen, maar ik zit hier een beetje, dat ik denk, ik weet helemaal niet wat ik met mezelf aan moet. Dus ik heb besloten dat ik even lekker op de bank kruip en even doelloos televisie ga kijken. En dan kijk ik wel even wat ik doe met die IKEA. En dan komt dat. Komt dat wel. Het is goed. Ik ga even uit voor nu. Even balen soms. Oké, even heerlijk gechilled op de bank. Ik voel me weer een stuk blijer.
Ik ga de kindjes ophalen. En dan gaan we even naar de IKEA. En Danny is laat vanavond, dus ik zou zelf moeten koken. Maar ik denk dat we stiekem Zweedse gehaktballetjes gaan eten. Want daar staan ook dol op. Goedemorgen! Wij hebben een feestje. Een opruimfeestje. En bij opruimen komt er altijd eerst meer troep. En dan wordt het beter. Dus daar hou ik me maar aan vast. Maar met keiharde lekkere muziek, zoals je hoort. Dus we gaan er even voor. Kijk eens even, er wordt hier ook druk geklust. Vorig jaar heeft Danny een hegje geplant. Maar die is voor een deel verdroogd. Dus er wordt nu een nieuwe geplant. Je weet dat hij zijn laarzen uit heeft? Zeker. Oké. Okay. Gelukkig hebben we een wasmachine, hè? Ja. Zeker. Ja. Mama, weet je? Nou? Dit is kapot. Oh nee, toch? Dat is jammer. Ja, dan moet ik heel veel kopen. Doen we dat? Ja. Ik loop nog steeds met mijn woezelige frutsiehaar. Ik ga denk ik nu maar even douchen. Het is al flink in de middag. En ik ga de vlog afsluiten. Het is weer mooi geweest. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Graag tot volgende week. En als je het leuk vindt, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je volgende week weer. Fijn weekend. Zeg maar fijn weekend. Dag. Jij bent volgende week jarig. En mama ook. Dus we hebben volgende week feest.